Surinaamse ondernemers moeten zich meer gaan bundelen voor een gezonde concurrentie. Dit stelde minister Marciano Dassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu tijdens de opening van de Nogosari-beurs in het Asuria High Rise Event Center. Het thema van de beurs is Success Through Synergy. Tijdens het evenement tonen ongeveer 30 bedrijven uit de verschillende sectoren hun producten en diensten aan de samenleving. De bewindsman vindt dat zakenlui door collectieve innovatie gemeenschappelijke uitdagingen beter kunnen aanpakken. Deze Nogosari-activiteit die we straks samen zullen meemaken, brengt verschillende bedrijven bij elkaar bijeen binnen een expo in een fysieke ruimte. Waar we naartoe moeten streven in de toekomst is dat wij hier in Suriname moeten gaan richting ruimtelijke clustering in de vorm van business districts. Staat u mij even toe om een korte uiteenzetting te geven van het concept ruimtelijke clustering. Een ruimtelijke business cluster, ook wel business district genoemd, is een geografische locatie of regio waarin een groep bedrijven en andere instanties zoals universiteiten en HBO-opleidingen zoals PTC binnen een bepaald vakgebied bij elkaar in de buurt zijn gevestigd. Een bekend voorbeeld van een cluster is Silicon Valley in Californië of een ander bekend voorbeeld heel dichtbij, Blauwgrond. Dassai geeft verder aan dat de Nogosari-beurs in de toekomst kan uitgroeien tot een groter geheel. Karishma Matura, waarnemend directeur ondernemerschap op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, ziet in samenwerking de sleutel van succes bij ondernemerschap. Succes through synergy, daar geloven wij heel erg in vanuit het ministerie van ISOTI. En dat hebben we ook continu geprobeerd toe te passen op ons beleid. Dat het bedrijfsleven, de verschillende bedrijforganisaties, de financiële instellingen continu betrokken worden bij het beleid, bij de projecten en de programma's. Dus dan ben ik ook heel dankbaar dat het omgekeerd ook het geval mag zijn. Vanuit het ministerie hebben we een aantal focusgebieden als het gaat om ondernemerschap. Voor de ondernemers zijn we bezig met programma's en wetgeving, verschillende projecten die stimulerend moeten werken als het gaat om afzet, informatieverschaffing en access to finance. Het is de tweede editie van de beurs die vandaag wordt afgesloten. Ondernemers uit de verschillende sectoren zoals voeding, kleding, diensten, financiële en ICT-sector doen eraan mee.